Ik heb 300 euro uitgegeven aan deze webshop, dus hopelijk is het goed. Nee, dat meen ik niet. Als deze niet past, dan kan ik beter gewoon niet naar de bruiloft gaan. Alleen, ik vind ze niet zo mooi. Ik zeg je eerlijk, al die items stinken wel hoor. Oeh, de trigger. Nobody gonna do. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie van Pretty Little Thing. Dit is de allereerste keer dat ik hier ooit heb besteld. Dus of het wel zo slim is geweest om 300 euro meteen uit te geven, denk ik niet. Want uiteindelijk hoorde ik dus ook van andere mensen dat de kwaliteit niet zo heel goed is. Maar dat hoorde ik pas achteraf. Ik ben super excited. Deze twee tassen liggen hier al 2 dagen. Dus ik heb 2 dagen moeten toekijken naar tassen. Terwijl ik het zo graag wilde openen. Maar in deze video is het dus nu eindelijk tijd om te kijken wat er allemaal in zit. Want ik ben het een klein beetje vergeten. Ben je nou benieuwd naar deze video? Vergeet dan zeker niet even te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis en let's go met deze video. Oh my god, nee, dat meen ik niet. Ik heb het gevoel dat ik deze kleuren en items nog nooit in mijn leven heb gezien. En dat is niet goed. Hoezo heb ik zoveel dozen? En die dozen zijn nog verrot ook. Zoals je kunt zien, ze zijn er niet echt gentle mee omgegaan. Wat is dit? Schoenen? Oh, dit zijn mijn boots. Oh nee, dit. Huh? The fuck is dit? Oh, oké. Okay. Dit ziet er best wel nice uit. Ik heb dus hakjes. Deze zijn... cute. Dit zijn de hakjes en als het goed is heb ik ze in de maat 39. Maar als je goed kijkt, zit er dus een printje op. Een soort van krokodillenprintje, denk ik. Of slangenprintje. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar dit is... dat is mooi. Ja, ik moet er natuurlijk wel op gaan dansen, want ik heb jullie niet eens verteld. Maar de reden waarom ik al deze kleding heb besteld, is omdat ik voor het aller... Is dat goed Nederlands? Jullie begrijpen me. Ik ga dus voor het eerst naar een bruiloft. En ik weet, ik heb al eens een bruiloft meegemaakt. Dat was van mijn ouders, maar dat was gewoon hier thuis. Dus het voelde gewoon eigenlijk een beetje als een feestje. Sorry, ik ben buiten adem. Maar dit is voor het eerst dat ik ben uitgenodigd voor een bruiloft. En we gaan naar Menorca. Dus ik moet er ook goed uitzien. Maar damn, deze zitten wel goed. En misschien kan ik ze wel gewoon de hele avond aan. Want daar gaat het om. Deze zijn geslaagd. Ik hoop echt dat deze past. Als deze niet past, dan kan ik beter gewoon niet naar de bruiloft gaan. Treat me good. Color may run. Nou, deze is denk ik in een maat S of M. Maar ik zeg je eerlijk, vorige week... Oh my god, het is in de maat 36. Vorige week woog ik 72,5. Als ik nog steeds zoveel woog, had deze niet gepast. Maar ik ben ondertussen al 4 kilo afgevallen. Ja. Ja. In 1,5 week. I did that. I freaking did that. Juna, niet kijken. Oh, oh my god, dat gaat niet dicht. Zo moet hij hier ongeveer zitten, maar ik durf dit niet los te laten, because hij is niet helemaal dicht. Oké, okay, we gaan het nog één keer proberen. Oh my god, hij zit. Oeh, mijn matiet valt er bijna uit. Dan ga ik sowieso mijn haren laten doen. En een beetje make-up en mooie schoenen en sieraden. En dan ben ik all over the place. Maar dit moet even... Ik sta maar hier, want dan kan je het tenminste helemaal zien. Zo ziet hij eruit. Hij is wel mooi, maar hij zakt hier de hele tijd. We gaan naar de volgende doos. Ik ben helemaal vergeten wat ik allemaal heb besteld. Dus... zwarte sandalen, denk ik. Wanneer ik moe begin te worden, kan ik deze dingetjes aan. Alleen, ik vind ze niet zo mooi. Sorry voor mijn bachau op mijn been, maar dat moet je eventjes negeren. Maar wat vinden jullie? Ik denk dat ik deze terug ga sturen, because ik voel hem niet. Ik wil hem niet eens passen. Deze dress heb ik besteld. Ik zeg je heel eerlijk, op het plaatje had het een andere kleur. Maar goed, het is niet lelijk, denk ik, deze kleur, right? Ik kan hier op zich wel mee omgaan, toch? Ligt het aan mij, blijf ik op een oma. Oeh. Huh. Okay. Ik voel deze niet helemaal. Het is wel mooi, maar ik
voel hem niet. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind deze wel lekkerder zitten. Maar voor een bruiloft, I don't know. Dit is natuurlijk ook mijn eerste bruiloft, hè. Dus op zich, ik bedoel, van je eerste selfie is ook niet meer zo mooi als nu. Dus op een gegeven moment gaat het wel verbeteren, denk ik. Ik praat echt poep. Ik weet niet of ik deze helemaal voel, dus ik ga straks Filip om advies vragen. Maar laat me ook even weten of jullie deze jurk mooi vinden. Of dat ik hem terug moet sturen, because I just don't feel it. Volgende doos. Dit zijn ook sandalen. We doen het eventjes zonder sokken. Ik denk dat het dan ook wel mooier is. Oh. I'm gonna make you mine tonight. Simpel. Lekker, ik kan erop lopen. Daar gaat het om, want ik moet de hele tijd op deze dingen gaan dansen. Alleen, die touwtjes zitten een klein beetje strak. Maar misschien moet ik ze gewoon uitlopen. Maar deze vind ik wel al meteen mooier dan die andere, want die zijn een beetje stoffig of zo. Volgende item. In de avond kan het best wel koud worden daar, dus ik heb een jasje besteld. Ik zeg je eerlijk, al die items stinken wel hoor. Maar ik vind het niet lelijk, eerlijk. Ik denk dat deze zwarte ook gewoon op die kan. Maar als ik dit de schoenenavond doe, dan is het wel een dingetje. Oh, ik moet wel echt leren om mijn benen bij elkaar te houden. Ik ben geen jurken gewend, hè jongens. Jurken zijn het niet helemaal voor mij. Dit is de allergrootste doos. En deze is gek genoeg niet, ja, een beetje beschadigd. Maar veel minder dan die andere doos. Oké. Okay. Oh my god! Kijk dit! Ik heb dus deze schoen besteld omdat mijn vorige schoen, die rits, was kapot gegaan uiteindelijk. Dus ik had een nieuwe nodig. Alle items zou ik ook trouwens in de beschrijving zetten. Dus grijp je kans, jongens. Ik heb geen kortingscode, want het is niet gesponsord. Oh my god, ja. Oh, ik ben ook een stukje langer. Kijk. En dan heb ik als laatste item deze blazer, zoals ik net al zei. Alleen, ik vind de kleur gewoon niet mooi. En ik zou ook niet weten waar ik het anders op zou moeten dragen. Want ik draag deze kleur bijna nooit. Dus ik ga hem gewoon in de zak laten. Ik ga hem gewoon meteen terugsturen samen met die schoenen. Deze jurk weet ik nog niet. Ik moet dit nog eventjes aan Filip vragen. Maar als je nou benieuwd bent naar de bruiloftfoto's, vergeet me dan zeker niet eventjes te volgen op Instagram. Want daar laat ik alles zien. En ook hoe de dag was en stories en bladibla. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet eventjes te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer met een gloednieuwe video. Doei!